Hoi en welkom bij Fem. Vandaag ga ik jullie laten zien hoe je blauwe plekken het best kan bedekken. Ik heb in mijn gezicht twee blauwe plekken. Niet omdat er iets raars is gebeurd of zo. Ik heb namelijk een behandeling gehad waarbij ik dit opliep. Het hoort er een beetje bij, helaas. Het is ook gelukkig niet heel heftig. Het is niet donkerblauw. Maar je ziet het wel zonder make-up. En blauwe plekken kan je helaas niet simpelweg bedekken door daar een foundation overheen aan te brengen of een gewone concealer. Je hebt iets meer nodig. Dat ga ik jullie laten zien. Wat je nodig hebt is een hele goede dekkende concealer. Dit is MAC Studio Sculpt Concealer. Dit is mijn favoriete concealer voor heavy dekking. En daarnaast heb je gewoon je foundation of BB cream nodig die je iedere dag gebruikt. Maar dan heb je ook nog een extra product nodig. Namelijk iets wat een beetje peachy is. Peachy en lila, dat zijn twee kleuren die bedekken blauwe plekken goed. Nou, ik ga voor een peachy lipstick. Deze is van Bourjois nummer 3 van Rouge Edition. En check hem op je huid, hoe die eruit ziet. Moet je een beetje peachy zalm zijn. Dit is dus perfect voor blauwe plekken. Je kan het ook met oogschaduw doen, dat je een beetje oogschaduwpoeder schraapt. Of je koopt een speciale concealer in die kleur. Maar ja, ik hoef niet elke concealer, elke kleur te hebben. Het is niet dat ik zo vaak blauwe plekken heb. Dus ik doe het gewoon met een lipstick. Ik ga als volgt te werk. Ik heb best wel gevoeligheid voor puistjes, dus ik neem een lipstick die niet te vettig is. Want hele vettige lipsticks, ja, dat is vooral wax. Ik krijg daar verstopte poriën van. Dat wil ik ook niet. Dus een beetje een iets drogere lipstick. Hiermee ga ik over de blauwe plek. Het is zelfs een beetje paars. Dan neem ik nu de concealer. Doe ik op mijn vinger. En hiermee ga ik over de lipstick. Je ziet het nog heel duidelijk zitten, maar dat komt zo als we de foundation gaan aanbrengen. En nu neem ik een beetje foundation. En hiermee ga ik hier overheen. Het is wel echt een beetje plamuren. Maar ja, anders zie je het er echt doorheen. Het lijkt alsof de foundation nu heel dekkend is. Is die ook wel, maar toch, je ziet er een soort van grauwe gloed doorheen bij de blauwe plek. En zeker door de dag heen zie je dan op een gegeven moment gewoon die plek terugkomen. Zorg ervoor dat je peachy en concealer eronder doet. En om kleurverschil te voorkomen, bedek ik mijn hele gezicht met de foundation. En dat is het. Dit is hoe je een blauwe plek goed kan camoufleren. Misschien zie je er nog een beetje doorheen, maar ja, weet je, that's life. Het is over een paar dagen weer over en weg. En ja, een blauwe plek in je gezicht kan op verschillende manieren ontstaan. Je kan vallen, je kan ergens tegenaan zijn gekomen, je kan een behandeling hebben gehad, wat ik had. Dat is allemaal heel onschuldig, maar vandaag ga ik jullie een vlog laten zien. En die vlog is namelijk van de afgelopen Beauty Gloss Party, de zaterdag editie, waar ik samen met mijn mede-fanleden